Je hebt zojuist de truc bemachtigd van Deen. Ik ben Roy, dit is Noah en we gaan de truc aan je laten zien. Bij deze truc heb ik een doorzichtig doosje, een balletje met twee touwtjes er doorheen. Noah, ja. Let op, wil je dit doosje even zo vasthouden? Alsjeblieft. Dan ga ik het balletje in het doosje leggen. Doe het doosje dicht. Zo. En dan wil ik graag dat jij die zo op je hand legt. En goed dichtknijpen en je vuist omdraaien. Oké. Nu ga ik een knoopje maken in het touwtje. Zo. Nu zit hij vast. Mm-hmm. En dan pak ik deze twee touwtjes beet. En let op wat er dan gebeurt. Dwars door je hand. Zo. Hoe doe je deze truc? Dat ga ik je laten zien. Je hebt een balletje, een doosje en twee touwen. Vooraf doe je een knoopje maken in één touwtje aan de ene kant en een knoopje in het andere touwtje. Dat is belangrijk voor zometeen. Dan pak je het touwtje op, maak het lusje en het lusje ga je door het balletje heen halen. Zo. Hier maak je ook een lusje van. En die doe je door het andere lusje heen en dan trek je hem heel voorzichtig in het midden van het balletje. Zo. Dan vraag je, wil je misschien het doosje vasthouden? Zo. Leg je het balletje erin, doe je hem dicht, dan vraag je om de hand om te draaien. En nu pak je het touwtje met het knoopje en het andere touwtje met het knoopje. Dan maak je een knoopje in. En dan pak je de andere twee touwtjes en doe je 1, 2, 3. En dan trek je hem dwars door zijn hand heen. Spaar ook de andere trucjes bij Deen. En dan zie ik je snel weer.